Good morning! Na gisteren een hevige storm hebben we het allemaal makkelijk overleefd. Ik heb eigenlijk vannacht heel erg goed geslapen. Ik vond het wel zo, aangenaam. Zo geluid de hele tijd in ons bed. Ja, vond je dat gezellig? Ja, ik vond het wel iets hebben. Ja. Ja, ik zeg altijd van die rare dingen, hè. Maar ja, ik vond het wel aangenaam. We hebben net ook eventjes gecheckt. Alles is in orde nog met onze kippetjes, met ons huis. Op het eerste zicht met ons huis. Ik weet dat niet of er ergens een dakpan of zo is, maar ja, op het eerste zicht ja. Zag het er dus goed uit. Gisteren hebben we een storm gehad over ons land, over ons dorp. Ja, in Nederland trouwens ook. België en Nederland heeft eigenlijk de verduur gehad met een vrij zware storm. Chiara. Ja. Het klinkt naar ieder geval naar een Temptation Island naam. Ja, zo'n deelnemster van Temptation Island, Chiara. Ja, goed, nu gaan misschien alle Chiara's een beetje beledigen. Ja, dat is ook waar. Nee. Maar ja, ik begrijp het wel. Ik vind het wel een hele bijzondere naam voor een storm. Allee, ja. Ja. Ze konden ik vind het een beetje debiel dat ze nu ook al de stormen een naam geven. Ik vind dat wordt het allemaal zo serieus genomen. Ja. Snap je? Weet je, dat is nu de eerste storm in België, Nederland, die een naam krijgt. Ik vind dat een beetje eng. Ja, als een orkaan een storm krijgt, oké, dat is iets dat echt dagen onderweg is. Soms zelfs weken, maanden onderweg is. Ja. Maar ja, inderdaad. Inderdaad, een storm is meestal maar van korte duur. Ja. En hij is voorbij geraast over Nederland en België. En nu ja, is hij weer... Maar ik vond het nu niet iets waarvoor we echt in onze schuilkelder moesten kruipen en wegvluchten. Zo. Nee. Allee, ja, dat was nu echt niet het geval. Hè. Nee. Er zijn misschien hier en daar wat bomen gesneuveld, pannen weggewaaid, wat bomen omgevallen die heel zwak waren. Maar eigenlijk in grote lijnen denk ik niet dat de reden tot paniek was. Nee, zeker niet. Dus mensen zijn een beetje bang gemaakt, hè. Ja. Niet oké. Mensen zijn eigenlijk gewoon binnengebleven. Mensen hadden gisteren huisarrest. Omdat het wat storm was. Maar ondanks dat we toch nog wel klanten gehad, hè, gisteren. Ja, maar veel minder dan anders, toch? Ja, hè? Ja, toch wel. Maar ja, anderzijds, het kon erger. We mogen blij zijn dat het dit maar was. De mensen in Florida zouden daar blij zijn met zoiets. We kunnen zeggen, we hebben de storm overleefd. Ja, en nu zijn we dus onderweg dus naar het ziekenhuis. Omdat de gynaecoloog het belangrijk vond dat ik ook eens een keer een borstecho liet maken. Want zij voelt wel zo ook aan mijn borsten wat er een knobbeltje zit of iets raar. Maar dat was gelukkig wel niet. Maar ze zegt wel, je bent nu 30 jaar. Misschien is het toch wel een keertje goed om toch gewoon zo'n borstenecho te laten maken. Het is niet zo heel erg fijn om te laten doen. Maar dan weet je in één keer wel dat er dus zeker nergens een gezwelletje zit en dat alles in orde is. En ja, ik moet zeggen, eigenlijk kijk je daar kei mega hard tegenop. Maar ik ga het toch maar laten doen. Want ja, stel je toch voor dat daar dan toch ook een gezwelletje zit, zoals in mijn baarmoeder. Dus ja, ik heb dan toch maar besloten om dan toch maar een afspraak ook te maken in het ziekenhuis voor dan de echo. En ik moet zeggen, als ik het nu vertel tegen mensen dat ik het dus ga laten zetten, vertelt iedereen, dat doet keiveel pijn. Ja, maar dat is dus niet echt eigenlijk een geruststelling. Integendeel, ik kijk er nu al keihard al eigenlijk tegenop. Het gaat pijn, dus dat weet ik dat wel. Maar ik haat het om pijn te hebben. En zeker als het er eigenlijk niet echt iets is om pijn nodig, zeker als het niet echt nodig is om pijn te hebben. Zo bedoel ik. Ja, het is wel nodig om een keer te controleren. Ja, dat is wel waar. Het is niet overbodig, inderdaad. Vanaf dat je, ze zeggen toch in de reclames ook, zeker vanaf dat je 40 bent, moet je dat eigenlijk op jaarlijkse basis doen. Ja. Dus jij bent nu 30, dat is zeker goed om dat nu zeker eens te controleren. Want ja, je weet maar nooit, hè. Nee. Voordat ze nu iets ontdekken, dan zijn ze echt op tijd, hè. Ja, of dan je zijn weet, ze voordat je het voelt, zeg maar. Ja. Want in veel gevallen nog steeds, eigenlijk in de meeste gevallen nog steeds, ontdekken ze kanker eigenlijk pas te laat. Ja. Wanneer je het echt begint te voelen aan je lichaam. Ja. Dan is het meestal al ver uit, ver weg. Maar goed, ik wil niemand bang maken en dergelijke. Maar voor de vrouwen en voor de mannen, eigenlijk ook prostaat en zo dingen, dat is ook allemaal belangrijk. Moet ook een keer allemaal gecheckt worden. Eigenlijk moet allemaal gecheckt worden. Ja. Ik moet mij binnenkort ook eens laten checken op heel mijn lichaam. Ja. Je weet maar nooit natuurlijk. Dat is waar. Niet dat je iedere week naar het ziekenhuis moet gaan, hè, maar
zo één keertje om de zoveel jaar is volgens mij niet te veel. Nee. Ik moet ook wel zeggen, ik verschoot er eigenlijk van dat onze gynaecoloog dat eigenlijk voorstelde. Bij mij in mijn hoofd is een gynaecoloog voor de baarmoeder en dergelijke dingen allemaal. En ja, ze stelde dat voor en ja, oké, dus ik ga dat maar ondergaan. Ten naar D45. Ja. Let's go. En we zijn terug buiten. Ja, we zitten terug in de auto. Ik ben eigenlijk niet mee binnen. Allee, ik ben wel in het ziekenhuis geweest. Je bent wel niet in de wachtzaal. Maar niet in de controlekamer. Nee. Ik ben in de wachtzaal moeten blijven zitten, omdat die kamers zijn te klein. Ja, dat is eigenlijk werd ik dus weggehaald uit de wachtzaal. En toen werd ik in een inimini omkleed pashokjesachtige ruimte gezet. Daar moest ik dan mijn bovenkleding ontdoen. En uitdoen. Ja, ja. En dan werd er daarna op mijn deur geklopt. En die vrouw heeft mij dan begeleid naar een ruimte waar het een heel groot machine stond. Met zo eigenlijk zo twee platen, zo kan je het eigenlijk vergelijken. En zij legde dus mijn borst op die plaat. En dan bestuurde ze dat eigenlijk zo toeging. En mijn borst zat er helemaal zo onder zo geklemd. Dat deed echt pijn. Oeh. Maar oké, ik had het erger verwacht. Was dat een warme plaat? Of nee, dat was een koude plaat. Ik moet zeggen, het deed eigenlijk pijn. Heel veel pijn, maar ik had toch nog erger verwacht door iedereen die dat zou zijn. Jij voelt altijd de pijn. Ja, en het probleem is, ik heb geen borst, dus ik voel die pijn overal nu. Ja, tepels heb je wel. Hè, dus. In ieder geval, dat deed echt wel eigenlijk pijn. En dan zo maken ze dus vier totaal verschillende foto's. Want ook nog een keer dat machine gedraaid heeft, dat eigenlijk de zijkant van mijn borst neemt. Wij houden erover op. Want je plet dat er zo wat tussen zo. Ik heb zo de last, iedere keer als ik dingen hoor van mensen die iets hebben meegemaakt, voel ik dat ook. Mijn borst heb je. Ja, voel het toch. Ik moet zeggen, aangenaam was het niet, maar ja. Oké, ik heb het nu gedaan. En dan uiteindelijk het volgende? Dan daarna moest ik terug in dat mini pashokjesachtige kamertje gaan zitten. En dan kwamen ze mij weer halen. En dan had er intussentijd een dokter de resultaten al bekeken. En in mijn geval was het niet zo heel goed, weer al niet. Er is een kiste ontdekt in mijn linkerborst, hier van onder eigenlijk zo. En daar wou hij nu nog een echo van nemen. Trouwens, het eerste noemt de mammografie. En daarna heeft hij een echografie gemaakt. Dat is eigenlijk met zo'n dingetje zoals we ook op een zwangere buik ook kijken. Met zo'n stilo-achtig iets, zo precies zo over je borst. Heeft hij dus dan nog 7 of 8 foto's gemaakt van dan nog, de kisten in mijn linkse borst. Heeft hij mijn rechtse borst bekeken. Ook nog eens heel goed onder nog eens de oksels gekeken. En een kisten, dat is een soort van... Een kisten is eigenlijk een holte gevuld met vocht of zoiets. Het is dus niet kwaadaardig, maar het moet dus wel opgevolgd worden. Het kan ook groeien en dan kan het irritant worden. Steken de pijn. Ja, zo die dingetjes allemaal. Dus dan zou ze het moeten leeghalen of zoiets. In ieder geval zullen we het wel goed mee opvolgen. En ik moet nu ook nog afwachten. Want ik moet het eigenlijk dus de volledige diagnose eigenlijk moet ik dus bij mijn huisdokter gaan horen. En ook afspreken met de dokter wat ermee gaat gebeuren. Ja. Ja, zo. Dus ik haat het altijd zo, die negativiteit dingetjes zo. Ja, maar langs de andere kant, er zijn mensen die terugkomen van zo'n onderzoek en te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Dus het valt nog mee. Ja, ik kan niet zeggen dat het kan erger of zo, want het is altijd erg. Ja. Maar er zijn wel andere situaties dan dit. Hè. Ja. We hebben net ook natuurlijk ook eventjes Dr. Google gespeeld. Ja. En even zelf naar Google gezocht. Op Google staat er heel erg veel vrouwen en kisten hebben in hun borsten. En ja, soms gaat het gewoon vanzelf weg. Want ik had dus trouwens ook een tijdje geleden ook nog een kist in mijn baarmoeder. Die is vanzelf weggegaan. Ja, en die kisten op je borst. In je borst. Dat is ook iets dat vrouwen zelf nog voor een menopauze krijgen. Dus voordat ze 50 of ouder zijn. In ieder geval, ik moet zeggen, het doet nu wel een beetje zo wat eigenlijk pijn. En ik ben blij dat het achter de rug is. En ik hoop dat ik het toch niet nog eens te vaak zo weer moet laten komen. Maar we hadden afgesproken dat als je flink was geweest, dat je een nieuw chakosje kreeg. Ja. Dus we zullen eens eventjes hier, we zijn nu toch in turn-out. Mijn handtas is dus eigenlijk stuk. Ja, Jolien die koopt altijd van die cheap handtasjes zo. Ja, ik wil helemaal niet, totaal niet ten duur, maar kijk, deze zit echt zo los. Dus dit... Was eentje van 15 euro of zo? 20 euro. Denk ik, ja. En, ik heb er een dik jaar mee gedaan. Gaan, die gaan helaas snel kapot. Maar eigenlijk zou ze het niet kunnen maken of zo? Nee. Nu komt het nog meer los. Het is ook gewoon tijd voor een nieuw. Hè? Ja, tijd voor een nieuw. Dus tijd voor een nieuw chakosje van 10 euro. Ja. Van 20 euro. Ja. De solden zijn nu alweer gedaan. Hè? Ja, helaas. Oh, het zal wel weer een andere promo zijn. Het gevonden.
Misschien is wel een beetje groter als mijn huidige handtas. Kijk, deze heb ik nu. Die vind ik eigenlijk wel heel mooi, maar die hebben ze dus niet meer. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze gewoon terug dezelfde hadden. Nou, ja, het is wel ietsje groter. Ik kan er meer in kwijt, denk ik. Ja, nee? Of dat goed is, dat weet ik niet hoor. Het is een einde reeks. Maar kijk, het heeft toch nog dezelfde binnenkant. Nou ja, ja, ongeveer dan toch, ja. Ja, dat is een beetje wat afgezet, deze is gewoon opnieuw. Tja, het handige misschien wel is dat je hier wel zo'n ruimte hebt wel voor... Ja, ik zou zeggen je telefoon weg te stoppen, maar dan kan je er misschien nog uitvallen. Waar zou je dat dan doen? Hierin? Hier. Ja. Ook mijn rits. Oh, hier zit trouwens iets voor een telefoon. Ook wel met de rits hier, een tweede stukje. Werkt de rits goed? Dat is ook een goede, dat is een goede vraag. Een belangrijke, hè? Ja. Tja. Ja. Maar ik vind hem voor de winter wel oké, maar ik denk voor de zomer gaat hij te groot zijn. Het is wel zo dat je er meer in kwijt kan. Dat is wel handig, denk ik. Ja, kan ik eigenlijk meer rommel meenemen. Nu moet ik hem af en toe een keer schoonmaken, omdat er te veel in zit. Nou ja, hier moet kan ik met deze wel ook. Hier kan ik zeker 2 of 3 kilo meer mee doen. Dus. Maar ja, hij kost nu maar 15 euro. Normaal is dat 25, is nu 15, dus ik kan hem gewoon meenemen. En ik hoop ook voor de zomer wel weer een andere. En hier loopt ze dan, ja, met haar nieuwe met een chakos. Handtas in een zak. In een tas. Ja. En dan dat in een tas. Ik denk dat je een beetje rust nodig hebt nu, hè? Ja, ik doe ook een beetje wat zeer. Ik heb nu zin om gewoon een beetje rustig aan te doen en echt te liggen ofzo. Dan gaan we dat doen en dan zien we jou morgen weer voor een nieuwe vlog. We gaan ergens naartoe. Ciao. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.